van jullie een wandeling van het Milheel via het gemeentehuis naar het cultureel centrum Jan van der Zaal. En zoals ik heb begrepen uit de woorden van de organisatoren Roos van der Meer en Gijs van Hoorn, een vrolijke wandeling. En ik hoorde jullie ook al aankomen. Het moet ook een vrolijke wandeling zijn, want jullie hebben een wandeling met een belangrijk doel en een belangrijke boodschap. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is. We weten allemaal dat discriminatie bij wet niet mag. En eens te meer wijs ik in deze dagen nog wel eens op artikel 1 van de grondwet, waarin heel nadrukkelijk staat dat je ongeacht geloof, ras, religie, datzelfde als geloof natuurlijk, maar ook cultuur en geslacht niet gediscrimineerd mag worden. Maar we weten allemaal dat in ons land wel die gelijke rechten bestaan, dat je dus ook niet uitgesloten mag worden. En het is ook wel heel duidelijk dat er helaas nog vele vormen van gedrag zijn waardoor dat soms wel gebeurt en waardoor er toch soms uitsluiting of achtergesteldheid wordt gevoeld. Zo ja, dat is natuurlijk mooi als je dat komen, hè? Nou, als je dat in niet eraf haalt, dan zorg dat het niet op de grond valt, want dat wordt allemaal niet echt. Het is nog niet zo eenvoudig. Ja. Je moet echt wel de kracht op de kast komen. Nou, trek hem maar. Hij helpt. Een subdoel van jullie wandeling is bereikt.